Hallo en welkom bij de videohop van het Stampin' Up! Dream Girl team met het thema lente. Ik ben Ellie Rijnvis, Stampin' Up! Demonstratrice uit Zwifterband en ik ga jullie een heel leuk mini-albumpje laten zien dat ik had voorbereid vorige week voor de demodag in Egmond die ik samen met Ellen Liefdink heb georganiseerd. We gaan de camera even draaien en ik ga jullie het mini-album even laten zien. Kijk, dit zijn ze. De twee met het thema van de demodag. Het thema Seaside Bay, want dat was onze focusbundel. En daarbij hadden we de Flowering Tulips gecombineerd, omdat we ook een tulpentour hebben gehouden. Nou, het zijn twee albumpjes geworden. Eentje met een zeethema. En die albumpjes maak je heel eenvoudig met cards en envelops. Een leuk mini-album wat je als weggever kan bewaren. Voor jezelf kunt maken uiteraard. Eentje met tulpenthema. En het tulpenthema was de tulpentour van vorig jaar die ik samen met mijn man gefietst heb. Hier rondom het dorp hebben we ook volop tulpenroutes. Dus alleen maar leuk. En hetzelfde model. Dit model kun je op veel manieren maken. En ik ga één van de vele manieren laten zien. Dit wordt de kaft. En voor de inhoud hebben we 4 enveloppen nodig. Ik heb dezelfde enveloppen gebruikt als we vorige week hebben gebruikt. 1, 2, 3, 4 met kaarten. 4 enveloppen met kaarten. En de eerste envelop ga je gewoon vouwen. Die vouw je even goed dubbel. En die vouw je ook gelijk in de envelop. De flap. Ik heb hem hier niet goed zitten. Zo. In de envelop gevouwen. Dat is bladzijde 1. Deze 2 ga je ook even vouwen. Zo, en dan komen die kleppen zo op elkaar te zitten. En die schuif je, als het ware, in de eerste envelop. Zo. Die kleppen die lijmen we zo meteen nog vast, hoor. Dan heb je de eerste 3 bladzijden van je envelopje al klaar, van je albumpje al klaar. Dan houden we nog 1 envelop over. Die komt zo meteen hier tussenin te zitten. Maar daar wil ik ook een kaart in hebben. En dat is de enige kaart die we niet doormidden gaan snijden. Dit is een kaart die we dan hier op 1 centimeter of 3 snijden. Nou ja, want dan kunnen we hem er mooi in gaan lijmen zometeen. Zo, dat ga ik als eerste doen nu. Die lijm ik even vast in die envelop. En dat kun je met tape doen of met vloeibare lijm. Ik kies in dit geval even voor de vloeibare lijm. En ik leg het papier even weg voordat alles eronder zit. Want lijm is altijd wel een klusje waarvan ik zeg van oeh. Klieder de klieder. Heel voorzichtig schuif je dat erin. Zodat je niet te veel lijm aan de klep smeert. Die moet je straks ook wel vastlijmen. En dit schuif je een beetje naar het midden van dit geheel toe. Probeert hem zoveel mogelijk in het midden van die kaart te krijgen. Dit wordt dus de achterste bladzijde straks. Maar nou moeten deze nog even goed aan elkaar gelijmd worden, deze 2 kleppen. Dat gaan we ze eerst even doen. Die lijmen we even aan elkaar vast. Lekker veel lijm erop. Hij loopt goed, deze nieuwe tube. Goed op elkaar plakken. Zo. En die schuif je hier weer in. Voilà. Dit zit dan aan elkaar vast. Dit zit dan aan elkaar vast. Dit wordt straks het midden van het album. En dit zit dan nog los. Nou, daar hebben we een mooie oplossing voor, want daar gaan we deze kaarten voor door midden snijden. En dat doe je net naast de rillijn.
En die snij je er eigenlijk als het ware tussen vandaan. Als je die witte kanten ook wil gaan gebruiken, dan snij je die hele rillijn eventjes gewoon weg. Maar ik ga dan eerst even... Ik doe het gewoon even stap voor stap. Nu ga ik eerst deze even vastnemen. En daarmee klem je eigenlijk gelijk het geheel vast. Je zou dit natuurlijk ook gewoon erin kunnen lijmen en het weg kunnen laten. Want dan kun je dit doen. Maar omdat dit een vrij dun albumpje is. Kijk, we kunnen natuurlijk ook gewoon extra bladzijden erin maken. Deze kaarten erin schuiven en vastzetten. Dan heb je hem ook vaststaan. Zie? Maar ik kies er in dit geval voor om hem wat dunner te houden. Omdat we een dun kafje gaan maken. Ik laat hem ook ooit nog wel eens zien met een wat dikkere kaf. Volgens mij heb ik die video. Ik link wel even naar die video toe in de beschrijving. Want volgens mij heb ik hem er ook al een keertje in staan met een ander soort kafje. Ik heb deze al vaker gemaakt namelijk. Dit lijm je zo dicht mogelijk naar de vouwlijn toe. En dan heb je ook deze alvast klaar. Aan deze kant ga ik de witte erop zetten, gewoon omdat ik dit niet zo mooi vind. Dus hier komt die witte bladzijde erop. En daarmee is het geheel ook gelijk helemaal gefixeerd. Zo. Ik ga in dit albumpje dus nog geen foto's plakken, want ja... Die heb ik nog niet en ik wil hem straks voor de Pasen gaan gebruiken. Dan kun je er hiervoor kiezen om wel een kaart erin te schuiven. Of je laat hem gewoon zo. Ik laat hem in dit geval gewoon even zo. En dan is het de laatste bladzijde nog even vastzetten. Die komt hier als eerste in. Dus die klep. Die zetten we even vast. Ik vouw hem wel alvast even. Zo. Kunnen we ook wat makkelijker de rand vinden. En dan heb ik hem dus aan de verkeerde kant gelijmd. Nou, dat is niet zo heel erg. Dan doen we gewoon aan deze kant ook lijm smeren. En dan zet ik er straks gelijk even een bladzijde overheen. Want in dit geval... Komt er dus wel een bladzijde overheen. Omdat ik het gewoon niet zo heel erg mooi vind als je die bloemetjes blijft zien in dit geval. En dat hangt een beetje van de set notecards en envelopes af die je gebruikt. Dus hier komt dan een van deze kanten weer op. Die gaan we er even tussenuit halen. Zo. En die plakken we ook weer zo dicht mogelijk naar die vouwrand toe. Het is geen drama dat je een heel klein stukje ziet. Maar ik vind het niet echt heel mooi als je alles ervan ziet. Dus dat is de achterkant. Dit is de voorkant. Dat is de achterkant. Hier komt uiteraard nog een kafje omheen. Want dat hebben we bij die twee voorbeeldjes ook. Even kijken waar ik ze heb liggen. Ik zal ze even in beeld leggen. Daar hebben we ook twee leuke kafjes omheen gemaakt. En die gaan we er ook voor deze even maken. En dat wordt een stuk kaartkarton van. En nu moet ik even spieken. Of van 9,5 inch. Ik ga nu in de inchmaten werken. Omdat ik dat gewoon fijner vind bij die notecards en envelopes. Omdat die eigenlijk altijd in inches zijn. Bij 6,34. Zo. Dat is eigenlijk zo goed als 17,5. Hè? Dit is 6,5. Dit is 6,34. Kijk. Hoppata. Dan gaan we weer nog een bandje over. En dan ga je hem rillen
op 11,8 centimeter of op 4/5/8 inch. En dit, hier hebben we de 4,5 en hier hebben we 4/5/8. Dat doe je zo. Je draait hem helemaal om en dan rol je hem nog een keer op 4/5/8 inch. En dan heb je een mooi randje waar je album in past. Zo. Kijk. Een mooi kafje krijg je zo. Een albumkafje. Nou, die vouwronde wil ik altijd wel even lekker scherp hebben. Dus daar ga ik toch nog eventjes met mijn vouwbeen overheen. Ook aan de andere kant. Even met het vouwbeen eroverheen. En neem hem goed scherp. Dan heb je de kast klaar. Nou ja, die willen we natuurlijk aankleden. En om in het beetje in het paasthema te komen. Beetje in de paaskleuren. Heb ik gekozen voor het designpapier uit de jaarcatalogus. Ik heb dus gekozen voor het papier uit de jaarcatalogus. En die vind je op bladzijde 179. En het heet het Design a Daydream papier. En die, dat is een hostess cadeau. En als je een party host of bestelling van boven de €200. Dan zou je dat pak erbij kunnen kiezen. Kijk. En die heb ik gesneden op 9,5 bij 14,5 centimeter. En die komt hier zodat er nog een mooie rand van dat Daffodil Delight omheen zit. Daffodil Delight is het, het narcissengeel eigenlijk, hè? Daar komt het op neer. Zo, dan hebben we die erop zitten. Dan heb ik nog een labeltje. Of een voorkantje of een mat uitgestanst met een hele nieuwe labelset. Dat is een van die online olie producten. Die je overigens ook gewoon bij je Stampin' Up! Demonstrator kunt bestellen. En het is een super mooie randenset. Ik heb deze gebruikt, dit randje. Ik krijg er echt een heel subtiel gestikt randje in. Een overdwars gestikt randje. Deze is wat groter dan. Je hebt hem nog een slag kleiner. En er zit nog wat cirkeltjes en een hartje in. Mooie stansen set. Zeker de moeite waard. En op die label ga ik alvast eventjes nog wat stempelen. Want ja, zonder stempelen kan ik niet. En dat ga ik doen met Pool Party. Want ook dat zit erin. En ik stempel er gewoon even random wat stippeltjes op. Zo. Om dat hele witte weg te krijgen. En dat doe ik bovenin met blauw. En onderin ga ik dat met het Granny Apple Green doen. Maar dan moet ik tussendoor wel even schoonmaken. Want ja, ik ga natuurlijk niet met dezelfde één kleur inkt in een andere kleur inkpad. Dat is niet zo handig. Dus tussendoor altijd even je stempel schoonmaken als je een andere kleur gaat gebruiken. En dat doe ik met het aan de onderkant met het Granny Apple Green. Zo. Ik denk dat het zo al goed is. Dat wordt het labeltje. Er komen straks verder geen letters of dingen op. Er komen wel narcissen op. Want ja. Pasen is voor mij een beetje narcissen. Narcissen horen bij de lente en bij de Pasen in mijn ogen. En dat gaan we ook gewoon doen. Ik ga het labeltje alvast vastmaken. Op de voorkant van de mat. In het midden hier zo'n beetje. En daar komen straks nog wat narcissjes overheen. Maar ik wil die bladzijde aan de voorkant van het albumpje. Wat we net in elkaar gezet hebben. Dit wordt dus... Even kijken hoor, ik moet even goed kijken. Dit is de achterkant zeker? Nee, dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Kijk. Hier wil ik ook een stempel op hebben. Die ga ik ook vast stempelen. Hier ga ik de grote narcis stempelen. Die ga ik even stempelen met... dan kan ik hem natuurlijk doen met...
En hier komt Pasen 2000. Maar dat doe ik pas later. Ik denk dat ik daar het layering alfabet voor ga gebruiken. Ik gum hier even wat lijm weg. Dat kun je met zo'n lijmgum doen. Ik denk dat ik daar het layering alfabet voor ga, de alfabetstansen voor ga gebruiken. Even kijken of ze hierop staan. Ja, dat zijn deze. Alfabet à la mode, actuele alfabetstansen. Dan wordt dat dus. En dat ga ik nu niet doen, want dat gaat gewoon veel te veel tijd kosten. Maar hier heb je prachtige kleine letters in. En dan maak ik er Pasen. En dan zal ik er waarschijnlijk 2023 onderstempelen. Maar dat is iets wat ik echt later pas af ga maken. En dat gaan jullie vast nog wel zien. Ik heb even de memento nodig. Want ik stempel hem met memento. En ik zou hem natuurlijk ook in het goud kunnen embossen. Dat bedenk ik nu. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga hem gewoon even lekker met memento stempelen. En dan zou je er altijd nog eventjes een kleurtje aan kunnen geven. Ik laat hem in dit geval eventjes zo. Gewoon zwart-wit. Heel simpel. En dan komen hier later de fotootjes in. Dan heb je hier achterin, hou je een pocket over. Daar komt deze kaart in. En daar kun je dan gewoon ook wat journaling in doen. Schrijven hoe de Pasen was. Of je bewaart wat extra dingetjes op. In. Die gaat hier achterin. Er zou natuurlijk ook nog eventueel een tekst op de voorkant kunnen. Dat ga ik allemaal niet doen, want dat gaat gewoon te lang duren. We gaan de aankleding van de voorkant zo meteen nog even doen, maar we gaan hem eerst even vastmaken. En dat vastmaken is super simpel. Dit is het midden. Ik pak er eventjes wat twine bij. Ik ga deze met twine doen. En dan pak ik eventjes het parakeet party bij, want dat vind ik wel leuk zo. Dat hele felle groen met de Pasen. En ik in de boven- en de onderkant maak ik eventjes een klein half cirkeltje. Doe ik met de cirkeltoon. En die precies in het midden hier, zodat dat twijn goed blijft zitten. Bij deze hebben we dat uiteraard met het bijpassende lint gedaan. Dan zie je het ook. Hier aan de boven- en aan de onderkant zit een klein half cirkeltje om de boel bij elkaar te houden. Nou, hier gaan we dat op deze manier doen. En ik denk dat ik het twijnen wel twee keer omheen kan winden. Nou, ik heb hem lekker stevig vastzitten. Eventjes afknippen. Bind ze gewoon even lekker bij elkaar. Zo. Dan graag extra strak. Strikje erin. En je hebt een boekje. Heel simpel. Dus ik denk dat dit een van de super simpelste eenvoudigste bindingen is om te maken. Nou, dan gaan we voor die voorkant natuurlijk nog even narcissen uitstansen. En dat kan op veel manieren, want de narcis, je hebt al gezien dat ik er een gestempeld heb. Nou, je zou hem kunnen stempelen en inkleuren. Maar er zit ook een hele mooie stansenset bij die narcissen. Bij de Daffodil Daisy, de Daffodil Dice. En daar kun je aparte narcisjes mee uitstansen. En dat gaan we even doen. We hebben voor het blad voldoende. Zo, daar valt iets op de grond. Dat was niet de bedoeling. En voor een narcis hebben we hier een heleboel verschillende stansjes liggen.
Mega. En die gaan we allemaal gebruiken. Zo. En dan kun je ervoor kiezen om het in het wit te doen en hem wat later in te blenden en in te kleuren. Of je doet hem in kleur. Nou, ik kies er nu voor om hem in kleur te gaan uitspansen. Dus de, hoe kan het anders? De narcissen worden geel. Dan kunnen we er wel een heel stel achter elkaar uit. Daar kunnen deze uit. En die kan eruit. Die heb ik niet nodig. Zo. Dan pak ik het mini stansmachientje. En dan gaan we nu eens een keertje met de blauwe werken. Gewoon omdat het kan. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik vind dat we nu toch maar eens een keertje moeten gaan gebruiken. Dat prachtig mooie blauwe mini stansmachientje. Dit wordt overigens een van de nieuwe inkollers. Ik moet wel even plaat hebben. Dat is ook wel handig. Dan gebruik ik dus wel even de witte, de platen van de witte stansmachine voor. En dan zet ik die eventjes daar neer. Dan krijgen we wat ruimte op de tafel. Zo. Die look. Dan hebben we alle bloemetjes klaar. Althans, alle onderdelen van de bloemetjes hebben we klaar. En die moeten nog even in elkaar gezet worden. Maar hoe leuk is het dan om ze dan net iets extra kleur mee te geven? En hoe doe je dat? Super simpel. Ik heb hier Granny Apple Green. Ik heb hier een sponge dauber. En dan ga ik gewoon de randjes van het papier nog even aanzetten met wat extra kleur. Dat geeft net wat extra dimensie aan het blad. Dat doe ik ook even met het andere blad. Dan wordt er toch net even wat levendiger van. Zo. En dat ga ik ook met de bloemetjes doen. Niet met groen, maar met de Daffodil Delight. Zo, deze komt bovenop. Ik vind het wel leuk om die vanuit het midden wat extra kleur mee te geven. En natuurlijk kun je ze ook gewoon plat op je werkblad laten liggen. Dan kun je er net iets meer kleur aan geven. Dat doen we ook met deze. Zo, nou, die gaan we ook aan de onderkant wat aanzetten. En dan doe ik die kelkjes er bovenop weer net op het randje. Net die randjes even wat extra kleur meegeven. Het grote blad nog even aan de randen. Ja, als ik één keer begin hiermee, dan ben ik niet meer te houden. Gewoon leuk techniekje. En ook niet te moeilijk. Zeker ook niet te moeilijk. Zo, die bovenkanten. En dan doe ik hiervan echt alleen de bovenste. Zo. Voldoende. En dan gaan we de bloemetjes even op elkaar zetten. Nou, wat ga ik doen? Deze krijgt die er bovenop. En deze krijgt die er bovenop. Dat gaan we als eerst even doen.
En het past ook precies op elkaar. Dus dat moet niet te moeilijk zijn. De stansen vind je nog steeds in de jaarcatalogus. Dus als je ze erg leuk vindt, is het een aanrader. Het is een stempelset die mee doorgegaan is uit de mini-catalogus van vorig jaar. Een hele leuke voorjaarsset. Volgens mij heb ik deze niet goed liggen. Ja, toch wel. En die twee, die komen dan weer... Oh, laat hem eventjes wat recht te schuiven. Nee, die heb ik niet goed liggen. Dat had ik inderdaad. Want ze passen precies op dat blad. Als je het goed doet. Ja, dit is wel goed. Hier in het midden. En die zetten we even op elkaar. Gemodelied. En dan zie je dat narcisje al ontstaan. Iets wat onderdeel vandaag. Dat is wel een nadeel dat je dat hebt. Zo. Deze komt weer daar bovenop. Dan hebben we de kerk ook. En de kerk zetten we in het hartje van de narcis. Nu kom ik even bij het grootste gat. Zo. Daar zo. Dan heb je natuurlijk een steel nodig eronder. Dat wordt deze. Die zet ik gewoon even hieronder vast. En die kun je ook op een andere manier. Ik vind dit wel helemaal prima, want voor mij hoef je dat niet helemaal te blijven zien. Zo, dat is één. Dan is dat kleintje nog aan de beurt. Nou, die heeft die molenwiek erop. Ja, ik vind het net een soort molenwiek. Voor het gemak noem ik hem maar even een molenwiek. Die komt daar weer onderop. En die zet je hier op elkaar vast. Dat is eigenlijk hetzelfde principe als dat je net had. Alleen heb je hem nu wat platter en wat smaller. En dit komt weer hierop of hieronder, wat je het mooiste vindt. Je kunt hem eronder zetten. Dan zou ik hem zo zetten, als je hem eronder zet. En als je hem erop zet, kan hij ook andersom. Zo. Ik zet hem erop. Ik doe de lijm aan de verkeerde kant natuurlijk. Natuurlijk. Ik doe hem denk ik toch andersom. Zo. Hoop het doet. Nou, het kelkje hebben we net gezien hoe je hem in elkaar zet. En die komt ook hier weer op. Ook vast op de bloem. Hoppetoet. En vast op het steeltje. En voilà. Die zijn klaar. Dan moeten ze natuurlijk nog op de voorkant van het mini-album. Tja, en dan zijn ze weer veel te lang. Dus, dat doen we ook als we ze in de vaas zetten. Dan wieken we ze gewoon een stukje korter. Ik
Daar komt nummer 1. Ietsje hoger. En hier komt nummer 2. Oh, wat had ik gezegd? Ik wil, nee, dat doet er niet op de voorkant. En op de voorkant komt geen tekst, want die komt aan de binnenkant van het album. Dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Die doe ik er even tussenin. Zo. En hier zou je eventueel nog strik overheen kunnen doen. Vind ik eigenlijk ook wel een goed idee om dat te doen. Zo. Deze komt. Klikken we daar dan weer af. Nou, zal ik dat dan ook gewoon met dat groene lint doen? Ik denk het wel. Even gauw nog een strikje erbij. Een driedubbele denk ik dat het wordt. Zo. Ja, die doen we daar nog even op. Dan heb ik eigenlijk eventjes, ja, gloedotjes nodig. En dat doe ik met gloedotjes. 1 of 2, ik denk 2. Dan kan ik hem er even goed in drukken. Zo. En dan is dat onderkant van het albumpje ook goed afgewerkt. En dat is hem. Een heel eenvoudig te maken midi-album. Nou, wie weet krijgen jullie de aankleding nog een keer te zien. Dat weet ik nog niet. Er komen privéfoto's in. Daar ben ik over het algemeen redelijk voorzichtig mee. Zeker als de kleinkinderen erop staan. En een leuk klein album met verschillende bladzijden erin. Je kunt er aardig wat in kwijt. Altijd een leuk weggevertje als je een dagje uit bent geweest of iets. En ze blijven gewoon heel erg leuk om te maken. Na mij kun je doorhoppen naar mijn teamgenootje Jenny. Die heeft vast ook iets heel leuks gemaakt. Ik denk dat jullie al wel gezien hebben. Ik zie daar iets heel fout staan. Volgenden. Dat is echt heel erg. Excuse me. Eens even kijken of ze dat nog kan wijzigen. Die banner even weg. Ja. Edit. Volgens mij moet dat kunnen. Backspace. Update. Zo. Het was heel lang nadenken deze keer wat ik wilde gaan maken. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij het eenvoudigste. Iets wat ik al een keer gemaakt had. Vergeet zeker niet om door te hoppen naar mijn teamgenoot Jenny Mensen.
Die heeft vast ook iets heel erg leuks gemaakt. Iets heel leuk lenteachtigs. Ik heb deze voor jullie gemaakt. En ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat jullie hem ook gaan maken. Ik heb er inmiddels 3. Dus ik heb aardig wat albumpjes. Zo van Lievelee. En ze blijven gewoon heel erg leuk om te maken.